Hey Martine, heb je heel even tijd voor me? Hey Edwin, ja. Hoi. Ja, ben jij dat? Hey Martine, jullie zijn met Shannon Fashion. Is dat Shannon of Shannon, zeg je het? De mensen zeggen Shannon, maar het is Shannon. Shannon, ja. Genoemd naar de dochter van? De dochter van de baas. Ja, dat dacht ik, ja. En wie is de baas nou ook weer hier zo? André Schout. Ja, en daar is ook de baas van? GSN. Klopt. Dus het is eigenlijk best een grote meneer in Zeeland. Dat is een hele grote meneer. Ja, dan kom je collega net binnen wel. Dag collega. Wie is je collega? Dit is Maaike. Dag Maaike. Dus even druk bezig aan de telefoon. Ja, jij bent ook druk bezig. En maar Martine, wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Ja, way back. Ja. Hoe lang ben je hier al? Hoe lang? Nou ja, 10 jaar. Dat is best wel lang. Sinds de opening van de Shannon. En altijd is Shannon? Ja, ook bij de jeans in. Daar sta ik ook af en toe. Ja, want dat, toen een tijdje terug hadden jullie verbouwd, was hier de opening met lekkere hapjes en drankjes. Ja, ja, ja. Maar toen begreep ik ook wel dat er zijn vaste teammedewerkers die echt alleen maar hier staan. Ja, nou, daar hoor ik bij, daar hoort zij ook bij. En we hebben Petra, en we hebben Eliane, en we hebben Sylvia. En, vijf dames. Ja, dus Petra en Sylvia staan altijd hier. En Eliane, Maaike en ik, wij rouleren. Overal. Ja, dus. Dan kom ik regelmatig bij jeans in. Sterker nog, kom ik heel graag. Maar hier kom ik nu. En is dat terecht? Of hebben jullie hier ook herenkleding? We hebben geen herenkleding. Nee, dus dan is dat wel terecht op zich. Gespecialiseerd in dames. Ja. Voor jong en oud. En met de nieuwe zaak, hoe onderscheiden jullie van al die andere kledingzaken met dat? Gezelligheid, tijd voor een praatje, bakje koffie. Alle mannen zijn wel welkom, want we hebben ook een barretje. We hebben een barretje. Koffie. Nou, neem eens even mee. Neem eens even mee naar de bar. Ja. Maar neem maar eens even mee naar de bar, want daar ben ik wel benieuwd. Doe mee. Ik heb het natuurlijk vorige keer gezien toen Rutger hier... Ja, toen Rutger aan het koken was. Ja, ja, dat was... met zijn lekker hapjes. Met een bubbel. Dit is ons barretje. Maar kijk, nu valt me op, kijk even zo'n hele snelle blik. Ja. Kijk, dan hebben jullie een bar, maar al die dames die komen alleen winkelen. De mannen gaan niet eens meer mee. Of komen ze of zijn niet mee? Of mogen niet mee? Mogen niet. Ze willen misschien wel lekker alleen shoppen. Maar gebeurt het dus werkelijk dat mannen dan hier geplant worden? Ja. Ga maar even zitten. Dan gaan ze hier zitten en sommigen die komen ook echt nog eens toe van mogen wij misschien een bakje koffie? En mag je dat dan zelf pakken of bedienen jullie dan? Nee, het is niet de bedoeling dat je het zelf pakt. Nee. En als wij de tijd voor hebben, als het niet te druk is, dan zeggen we inderdaad gewoon meneer, bak je koffie erbij. Ja. En dan is het van zo, nou. En nou ja, goed, die man zit hier dan lekker te zitten en dan kunnen de vrouwen lekker op gemakje passen. Sinds jullie nou verbouwd hebben, want dan heb je natuurlijk ook een beetje andere indelen, nieuwe collecties. Ja. Merk je dan dat de omzet omhoog is of maakt dat allemaal niet veel uit? Of? Het is drukker, zeker wel. Jawel. Ja, dus, vind ik wel. Dat is echt waar. Maar het is ook natuurlijk ook wel de tijd van het jaar. Het toerisme loopt veel langer door, heb ik het idee nu. Ja. Het is echt drukker dan vorig jaar, vind ik. Maar het heeft zeker mede door de nieuwe winkel, zeg maar, is het drukker. Mensen lopen sneller binnen. Het ziet er natuurlijk gezelliger uit, warmer. Ja, en de lange file is hot, hè? Dus een Dorpstraat. Toch? Ja, dat gaat natuurlijk nog... Oké. Nee, ja, dat... Er is nog van alles wat weer gaat schuiven en veranderen. Dat is ook zo. Maar hoe is dat? Hebben jullie gewoon hier, als je nou zo'n dag staat te werken, heb je ook wel eens contact met de buurtjes? Of buren? Weinig. Ja? Ja, met de buurman natuurlijk, als je spullen binnenhaalt. Of heb je wel eens een praatje van, hoe was jouw dag? Ja. En met de overbuurvrouw natuurlijk ook. Ja, het is meer zo van hand opsteken van hoi. Hoe is het? Ja, het is niet dat maar je... er is niet echt tijd iedereen voor een praatje. Is al werk. Als je klaar bent, dan ga je naar huis. Ja. En af en toe blijf je als even praten. Maar we hebben hier één groot leeg pand nu, de Vershal. Wat hoop jij dat daarin komt? Ja, al is het iets van een vers iets. Maakt want dat missen de mensen, de mensen wel. Maar nu is het gewoon één grote fietsenstalling aan het worden. Ja. Ik vind het echt hele trist. Maar iets zeg maar dat het wel verhuurd of verkocht gaat worden. En dan komt er vast wel een partij in. Ik hoop het. Ja. Maar ja, wat dan ook. Als maar niet weer schoenen is of zo. Hè. Nee. Of, maar in ieder geval een aanvulling voor deze straat. Ja. Want dit is echt gewoon de straat om te... Om te winkelen momenteel. Nou, je hebt toch nog een beetje verkooptechniek. Ja, Nee. Heb je verder nog iets te melden of zijn we tevreden zo? We zijn tevreden zo. Ja, nou, van harte welkom bij de Vereniging Ondernemers. Nou, hè? Dank u wel. Bedankt voor die bloemen. Ja, bedankt alsjeblieft. Een sigaar in het eigen neus. Ja. En ik wens je nog een hele fijne dag. Hetzelfde. Dank je.